In deze serie volgen we reizende muzikanten die op een tour door Europa hun bijzondere vertolking van de Joodse muziek tegen horen brengen. Van klezmer tot poprock, het is muziek van iedereen, voor iedereen. Dit is Muziek uit de Kofferbak. Ladies and gentlemen, please welcome the Balcony Players. De Nederlandse band The Balcony Players leidt een zwervend bestaan en is in de zomermaanden bijna niet in Nederland te vinden. Ze zijn waar de wind hen brengt en leven van de muziek. Ze brengen niet alleen hun muziek naar grote festivals, maar spelen ook vaak op straat. Met hun vrolijke, meeslepende klezmermuziek raken ze hun publiek. Vaak worden ze uitgenodigd om op te treden in ruil voor kost en inwoning. Maar als ze geen onderdak hebben gevonden, slapen ze gewoon onder de sterrenhemel. Hun belangrijkste levensdoel is making people happy and dance around the world. Wij zoeken de plekken op waar muziek nodig is. Festivals, daar worden we gevraagd, daar spelen we. Waar een bruiloft is, gaan wij naartoe. Dus we reizen heel veel rond. Het begon eigenlijk allemaal op het balkon. De Balcony Players, balkonspelers. Ik woonde daar al en Johan kwam naast mij wonen. En toen gingen we jammen op ons balkon. Dat was naast elkaar. En toen kregen we heel enthousiaste reacties van de buren. Want het was een soort omringd balkon met allemaal huizen er rond. Supermooie akoestiek. En daar begon het eigenlijk. En langzaamaan kwamen er meer bandleden bij en nu zijn we met z'n vijven. Ja, ik kende eerst die muziek nog niet echt. Maar ik was wel veel gypsy jazz aan het spelen en het leunde daar wel bij aan. Dus eerst was het een soort van mix van gypsy jazz en klezmermuziek en Monique haar eigen composities. Ik was dan, toen ik jong was, daar met die muziek in aanraking gekomen. En eerst wist ik niet eens dat het klezmer was, maar het trok me altijd heel erg om dat te spelen. Bijvoorbeeld bij zo'n evenement in Zeeland, de schaapscheerdersfeest. Gingen met alle vioolkinderen van de juf gingen we dan klezmer spelen met accordeon erbij. En het schepte een heel mooie sfeer. Ja, daar werd ik altijd heel vrolijk van. En aan het eind van het jaar speelden we die muziek dan op straat voor een ijsje. Dus daar dat had mijn lerares me toen ik jong was al meegegeven, denk ik. Het is sowieso feestmuziek, maar er zit ook wel heel veel melancholie in. En die combinatie vind ik heel mooi. Het is een soort van je emoties loslaten en laten gaan. Een soort van vrijheid die erin zit. Ja. Het zit sowieso al in de toonladders. Het is heel anders dan veel westerse muziek. Ik denk bijvoorbeeld een heel bekend klezmerliedje is Sherilyn. Het is eigenlijk een majeur toonladder. Het klinkt heel vrolijk, maar andere noten in de toonladder zijn dan weer mineur. Bijvoorbeeld. Dus je hebt constant het heen en weer bewegen tussen melancholie en blijdschap eigenlijk. In each kind of music you learn, you have to get a bit into the way it's played, right? The way you approach the groove. So it's always good to learn new styles, new rhythms, new time signatures, new different ways of playing. What I really like about playing on the street is that it's very much a free market. In a way that if people like your music, they'll stop, they'll listen, they'll put money. If they don't like it, they'll go away. So
you really have to make a show, and you really have to interact with the people if you actually want to make a living out of it, and if you want it to work. Well, I guess while we travel, sometimes we just look in the map where's the nearest forest or the nearest lake, go try to find a hidden spot to put our tents on, you know, just like this. I think it's perfect. I mean, somehow we always manage to be in the surroundings of the city, so then it's easy to go play in the street as well. Vaak zijn de toeristen, tenminste waar wij spelen, zijn wel best veel toeristen uit heel de wereld. En daar verkopen we ook onze CD aan, dus die reist over heel de wereld en daar leert iedereen die stijl muziek kennen die ze eerst nog niet hadden gehoord. En een mooi voorbeeld is dat we hebben ook in Brazilië gespeeld en dat komt omdat we 4 jaar geleden op de Bloemenmarkt speelden in Amsterdam. Daar kocht een Braziliaanse jongen de CD en toen mailde ineens een vriend van hem van hey, willen jullie komen spelen in Brazilië op een festival? En dat waren vrienden van hem die dat organiseerden. Dus ja, je speelt op straat en zo krijg je een optreden op een festival in Brazilië. I would say also just with the history between both the gypsies and the Jewish traditions have been more like traveling people, slightly separated kind of from the rest of the world. And in this way we're kind of a bit living that, reliving that. Mensen vragen wel altijd van, hè, heb je 2 jaar onafgebroken gereisd? Heb je dat ooit gedaan? Ja. En oh, dan heb je zeker wel heel veel geld. Ja, het is niet luxe, zeg maar. When we go on tour, we often don't have a computer or a phone or a clock. In a way, you're also very free from everything. Ik denk dat mensen gewoon veel vaker kind zouden moeten zijn. Mensen groeien op en dan wordt het serieus, weet je wel. Dan moet ik werken. Als ik mijn werk niet leuk vind, dan stop ik er gewoon mee. Ik heb op een gegeven moment ook mijn werk gewoon opgezegd om te gaan reizen. Ja, ik denk als je gewoon als een kind leeft, spontaan, weet je wel. Neem gewoon de kansen die je krijgt. Je ziet sowieso altijd wel dat muziek mensen samenbrengt. En dat is op zich al iets heel fijn. En de muziek die we spelen leidt altijd wel tot een feestje ook. En daar worden mensen ook wel blij van. En ja, we houden ervan om ons te verbinden en mensen te verbinden via muziek. Every bass has 5 strings. Slowly becoming more fashionable. In orchestras, they often have 5 strings with a low B, but this one has a high C. I was wondering, So it's, I don't know, I like that. I've been playing, studying more gypsy music, so Romanian. Is there another song you could sing together with us? That would be so nice. I'm thinking of something that's has a little bit of a klezmer type of a feel. And right, is that it? The G major. Want omdat we juist die muziek willen leren en die cultuur willen leren. Dus dan gaan we echt gewoon daarheen, spelen we op straat om de mensen te leren kennen. En zo bijvoorbeeld bij mensen thuis worden uitgenodigd en dan samen te jammen, dat soort dingen. Okay. Ik heb boekjes geschreven over de ondergedoken kind. Ze was een ondergedoken kind en ze heeft een hele boekje geschreven. Oh, wauw. Ja. Kunt u e-mailen en ook de titel van het boek? Zal ik het doen? Ik ben wel geïnteresseerd. Zal ik het doen? Wow. Zal ik doen? Nou, super. Succes. All the best. Dank je wel. Wat leuk. Ja, ze heeft nog een Joodse week volgend jaar. Waar ze nog muzikanten moet doen. Dat is wel heel erg leuk. Ja, zo moet je eens mensen hier net. Allemaal even zo.
all the weddings in Ireland. Wow, it's beautiful. I like it. Anyway. Nou ja, je weet nooit waar je terechtkomt. En dat op straat spelen brengt zoveel connecties met zich mee. En veel muzikanten komen erop af. En we willen graag samen spelen en die muziek. Ja, ook wel een soort mixen, dat klezmer met de stijl van het land waar je bent. Dus we reizen heel veel rond. De Duivels. Heel spannend. En speedvol. Nou, we zijn wel aardig op tempo, dus ja. Ik denk dat we er wel een beetje uitspringen qua genre. Dat er veel rock is en dat soort dingen. Een beetje van alles, eigenlijk. Waar we nu spelen gaat het vooral om de sfeer, denk ik. Ja. En Joodse muziek heeft gewoon echt een hele goede sfeer. En het is hele positieve muziek en dat vind ik tof. En dat ze daar gewoon een leuk feest van kunnen maken, dat is voor mij eigenlijk het grootste doel dan. Ja. Het is wel een heel andere muziek voor ons, dat is wel niet zo overpakken. Er is niet veel publiek, dus ik ben benieuwd of ze dat, hoe het gaat worden, maar we maken daar een feestje van. Dus. Bands proberen wij zo, ja, uiteraard als gratis festival moet je een bepaalde massa opkomst hebben om het allemaal betaalbaar te houden. Zorgen dat mensen echt van eender welk komaf, eender welk pluimage, in alle openheid kunnen feesten met elkaar. En met elkaar kunnen praten, babbelen en ondertussen iets kunnen zien dat ze waarschijnlijk anders nooit zouden zien. Ik hoop dat hij niet te gekreukeld is, meneer. Hij lag namelijk al heel de Frankrijk reizen in de auto. 2 weken al. Ja, yeah, het stokpaard. Dat gaat zijn werk doen zo meteen. Daar gaan we de mens op laten rijden, als het goed is. Een van onze mascottes. We hebben er nog meer. Ik merk zo van, oh chips, dit zijn de laatste paar liedjes, ja, nou dan... Ja. Het is wel echt een droom om zo te leven en om muziek te mogen maken en mensen gelukkig te maken. 1, 2, 3,